Vandaag zijn we weer terug in een gloednieuwe wereld van Minecraft. En deze wereld heeft weer een paar hele gekke dingetjes. Vandaag kunnen wij namelijk meer custom TNT craften. Er is mij dus verteld dat ik een kiste TNT heb, waar dus heel erg veel goede loot uit kan komen. Maar ook bijvoorbeeld een diamond TNT. En wat dat nou allemaal inhoudt, dat weet ik niet precies. Dus daar moeten we heel snel achter zien te komen. En als ik hier in de crafting table kijk, zie ik dus alle verschillende soorten TNT. Te beginnen met de iron TNT. One iron staat er ook gewoon bij. Een coal TNT, lapis TNT, diamond TNT, daar moeten we zeker voor gaan. Maar ook dingen zoals een emerald TNT, redstone TNT, een kisten TNT en een beacon TNT. En dan hebben we hier de laatste nog, forest TNT en de gold TNT. Nou, ik ga jullie één ding zeggen, wij gaan zo snel als mogelijk proberen al deze TNT te verzamelen en ze natuurlijk te laten oploffen. Ik bedoel, wie wil er nou geen diamond TNT hebben? Die gaat sowieso alles veranderen in diamond. Even kijken, we nemen nog wat meer hout mee. Dan ga ik denk ik voor de zekerheid ook even deze koeien slachten. Hop, dat is 1 en dat is 2. En de varkens mogen ook niet vergeten worden. Hatsa. En hop. En eens even kijken. Ja, hoppa, mooi. Dan kunnen we hier beginnen voor de coal TNT. Oh, dat komt helemaal perfect uit. Ik ga meteen hier graven. Dan gaan we ook meteen even de stone tooltjes maken. En dan denk ik dat we meteen TNT kunnen laten ontploffen. Of moet ik dan ook flint en steel hebben? Dat weet ik niet. Laten we voor zekerheid maar eens eventjes genoeg coal meenemen. Ik wil natuurlijk ook torches mee hebben. En natuurlijk dat heerlijke vleesbraden wat we net hebben gepakt. En we hebben niet genoeg coal. Dat is een klein beetje balen. Maar dat maakt niet uit. Dan maken we ook meteen even natuurlijk onze stone tools. Dan hebben we dat alvast gedaan. Dan hebben we een kleine upgrade. Oh, en we zijn bij een village. Let's go. Laten we dan maar meteen daar naartoe gaan. Want dan hebben we natuurlijk meteen kans om een emerald te krijgen. Dan hebben we tenminste het moeilijkste meteen uit de weg. Hey, nog meer coal. Dat nemen we lekker mee. Hatsa. Dan heb ik denk ook genoeg voor een coal TNT. Kijk, dat komt heel erg goed uit. Want dan kunnen we meteen natuurlijk ook andere spulletjes meenemen. Oei. Een kist met een sign. Dat betekent meestal niet heel erg veel goeds. Laten we kijken wat hierin zit. Santino, neem dit mee. Oké, nu wordt het nog vreemder. Santino, neem dit mee. Ik vertrouw dit niet. Ik vertrouw dit niet. Is dit geen trap chest of zo? Nee, dat lijkt niet. Wat zit erin? Oh, TNT en een nether star. Oké dan. dankjewel. Oké, ik moet dit dus meenemen. Om een of andere reden. Komt het omdat ik dan ook de TNT daarvan kan craften toevallig? Het lijkt er denk ik wel op. Oh, wacht even. We kunnen al een TNT maken. Oh, kijk. We hadden dus TNT nodig. Nou, dat is heel aardig. Dan hebben wij hier het allereerste TNT-blokje. Explodes into coal. Oftewel, explodeert in coal. Dan hebben we die. Dan hebben we ook deze. De beacon TNT. Oh, daarvoor had ik de netherstar nodig. Spawnt een unstable TNT beacon. Oké. Dankjewel, denk ik. Die gaan we eens eventjes heel veilig opbergen. Hier ben ik wel benieuwd naar. Oké, wacht eventjes. Wat moet ik dan nog meer hebben voor alle dingetjes? Voor de emerald heb ik ook, knijtenveel TNT nodig. Redstone ook knijtenveel. De diamond heb ik ook nog TNT. Ook nog TNT. Oh mijn god, ik heb veel meer TNT nodig. Ja, een iron zal het waarschijnlijk niet liggen. Hop, jou heb ik sowieso nodig voor een iron TNT'tje. En als we die dan laten ontploffen, misschien krijgen we dan wel iron. Dan hoef ik niet eens naar iron te hakken, maat. Dat is super relaxed. Padadadadada. Iron Golem, ga dood, ga dood, ga dood. Hallo? Ga dood. Dankjewel. Hoeveel hebben we er? 4. Oeh, dat is wel genoeg, denk ik. Even kijken. Craft table erbij. Maak meteen een andere TNT. Hatsa. Even kijken. Kunnen wij de Iron TNT maken? Het antwoord is nee. Wat is dit nou weer? Waarom kan ik geen iron TNT maken? Oh, ik heb een iron blok nodig. Nou, dan moeten we sowieso nog eventjes wat iron hakken. Even kijken. Zit er hier dan wat in het huisje? Kissie? Jazeker. Wat zit erin? Wat? Waarom zit hier zoveel TNT in? Is dit het dol van TNT of zo? Nou, weet je wat? Ik neem het lekker mee. Dan hebben we tenminste sowieso genoeg TNT om misschien deze village op te blazen. Maar dat gaan we niet doen. En, wacht even. Emeralds, die vergeet ik helemaal. Mijn god, hé. 3 emeralds. Dat is wel heel erg chill. Oké dan. Mooi. Dan hebben we dat. Dan moeten we iron gaan hakken. Redstone hakken, lapis hakken, diamonds hakken, goud hakken. En ik weet niet, maar volgens mij hebben we voor de zekerheid ook een flint en steel nodig. Of ik moet het proberen met kool nu. Ik ga het proberen met kool TNT. Gaat deze ontploffen ja of nee? Het antwoord is, we moeten dus ook flint gaan halen. Kan ik hem nou niet hakken? Oh, nee. Oké, We hebben een probleem. Trouwens, we hoeven niet per se een probleem te hebben. Als ik nou gewoon ergens flint kan vinden, of gravel, dan kunnen we het gewoon aansteken. Maar dan moet ik het wel vinden. Misschien dat we hier wat kunnen vinden. Ja, gravel. Mooi. Nou, dan moet ik nu eerst flint krijgen. Geef me meteen flint alsjeblieft. Ah, kijk, flint. Dan moet ik wel 1 iron stukje opofferen. Maar dat maakt niet uit. Het is voor de wetenschap. Even kijken. Nou hebben we tenminste onze flint en steel. Dat is mooi. Oké, wat gaat er gebeuren? Laat achter de reacties. Ik ben ontzettend benieuwd of jullie het goed gaan hebben. 3, 2, 1, bam! Oh. Oké, wat gaat er gebeuren? Ik ga wel afstand nemen. En... Oh, mijn god.
Ik heb hier allemaal koolblokken. Hé, maar dit komt helemaal goed uit. Dit komt perfect uit. Au, 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 au. Oké, ik sta in de hens. Abort, abort. Ah, mooi. Nou, één week zeker. Ik neem zeker even wat koolblokken mee. Voor de zekerheid natuurlijk. Ik bedoel, je kunt nooit te veel kool hebben. Even kijken, hoeveel blokken hebben we? We hebben er denk ik nu wel genoeg. Ik heb er 8. Prima, dan gaan we weg. Hoe groot is het eigenlijk? Wow, oké, dit is best wel een heel erg groot koolblok. Helemaal geweldig, mooi. Dan... wil ik eigenlijk gewoon meteen gaan hakken voor iron. En dat we dan ook gewoon meteen lapis en redstone en diamonds gaan vinden. Want ik denk dat het nog best wel kan duren, behalve als dit een goede grot is. Nee, oké. Wel heel veel kool, alleen probleempje. Het kool heb ik dus niet meer nodig. Oh ja, er was toch ook nog zoiets geks als een kisten TNT. Kunnen we die ook meteen maken? En ik ga denk ik ook meteen gewoon de emerald TNT maken. Emerald TNT, want to be rich? Nou, zeer zeker van wel. En dit, de chest TNT. Terwijl de kisten TNT spant een huis vol met kisten en gevaar. Nou, ik weet niet of we daar heel erg blij mee moeten zijn. Die kunnen we in principe afsteken terwijl we wachten op ons eten. Weet je wat? We gaan het gewoon doen, joh. Daar doen we het toch ook gewoon voor. Even kijken. Ik wil als allereerst de Emerald TNT weten. Oh boy, wat ben ik hier benieuwd naar. Die gaan we hier denk ik neerzetten. 3, 2, 1. Ah, zeker. Oeh, ben benieuwd. Kom maar. Kom maar. Boom. Oh. Wow, wat gebeurt er? Oh mijn god. Wat is er? Oké dan. Heel veel villagers. Heel veel villagers. Heel veel emeralds. Kan ik met jullie traden dan of zo? Nee. Het heeft gewoon letterlijk een village ingespand. Oké dan. Heb ik hier veel aan? Ik weet het niet. Misschien zit er wat in dat huis. Zit er hier iets nuttigs in of zo? Ja, het is ook echt letterlijk in een waterval gespand. Dat is nou niet heel erg handig. Hè? Maar wie weet, misschien vinden we hier wel wat. Oh nee, dan gaat de villager dood. Het lijkt erop dat we hier niks meer kunnen vinden. Het was niet echt een goede plek om dit in te spannen, denk ik. Al wel, ja, ik heb veel emeralds. Ik denk dat ik daar blij mee moet zijn. Anders dan dat, ja. Oh, misschien hier wat. Hallo? Een smiting table. Ja, daar heb ik dus echt helemaal niks aan. Ja, conclusie. Dit was niet de beste plek om deze TNT te laten ontploffen. Maar we weten nu wel wat het doet. Helemaal prima. Even kijken. Is ons eten klaar? Mooi, dan gaan we verder. Het spant wel een iron golem in. Wat als we nou gewoon nog eentje maken, dan hoef ik niet naar iron te hakken. Dat is wel fijn. Hé, ik kan er een blok van maken. Mooi. Nee, ik kan er nog geen blok van maken. Ik mis volgens mij letterlijk nog één stukje iron. Dat is wel heel balen. Zet er hier dan wat in? Kijken. Oh, ja. En ook nog een iron ingot. Precies die ene die we nodig hebben. Nou, helemaal perfect. Weet je wat? Ik ga ook even meteen slapen in het bed. Dan zijn we meteen van alle mobs af. Goedemorgen, Minecraft wereld. We gaan meteen door naar iron zoeken, wou ik zeggen. Maar ik kan gewoon die iron TNT maken als die witch me niet achtervolgt. Witch, wil je me alsjeblieft niet achtervolgen? Laat me alsjeblieft met rust. Dankjewel. Even kijken. Dan kunnen wij ook nog eens de iron TNT maken. Zodra ik dit heb gemaakt. Hop. En... dan moet ik inderdaad iron TNT kunnen maken. Oh, ik kan ook meteen de redstone TNT maken. Nou, dan hebben we het iron TNT. Dan hebben wij hier ook de redstone TNT. En was dat het? Ja, oké. Dan moet ik nu alleen nog de diamond en de gold uit mijn hoofd maken. Even kijken, welke hadden we nou nog meer? De lapis hadden we ook nog. De lapis die enchant alles in mijn inventory. Oké. Nou, helemaal perfect. Dat gaan we ook zeker doen. Oh ja, en de forest TNT ook nog. Maar daarvoor heb ik ook leaves nodig. En daar moeten we weer een schaar voor maken. Oké. Komt goed. Dan gaan we dat gewoon meteen doen door middel van de Iron TNT in te laten spannen. 3, 2, 1, bam! Oeh, wat gaat het zijn? Ik hoop een blok iron. Boom! Oh. Ja, oké. Prima. Een soort van... oh, wacht. Het dropt ook al 32 blokken van iron. Weet je wat? Ik ga hier niet eens meer mijn tijd aan verspillen. Wat we dan gaan doen, is we maken hier eventjes wat iron ingots van. Schaartje. En we gaan meteen even wat leaves hakken. Hop, dan hebben we die ook. Nou, dan gaan we daar ook meteen iets van maken. Het gaat wel heel snel zo. Even kijken. De forest TNT. Een beetje... te veel explosieven. Nou, dat belooft heel veel goeds. Dat zou vast wel heel veel goeds beloven. Kijken. Boom. Plaatsen en flinterstiel en rennen. Nou, hij was iets te sterk schijnbaar, dus ik ga wel even wat meer afstand nemen. Oké dan, oké. Stop. Dat wil ik niet. Dit vind ik heel erg naar. Als hij hier nu iets in de fik vliegt, dan zijn we de Sjaak. Dan is deze wereld helemaal naar de Filistijnen. Dat was niet slim. Oh mijn god. Wat is er gebeurd? Dit is niet goed nieuws. Oftewel, nou, dit is wel goed nieuws. Oh, het gaat nog door. Het gaat nog door. Ja. Oh, god. Ik ga naar beneden. Oké, dit was niet slim. Dit was een soort van niet slim, maar ook weer wel. We hebben ten eerste heel veel gaten, dus er zullen vast wel ergens diamonds en gold zijn. Maar we hebben dus ook meteen lapis lazuli gevonden. En
dat hadden we nog nodig. Kijk, ik weet waarschijnlijk dat we straks een hele dikke diamond iets gaan krijgen. Maar ik ga voor de zekerheid toch eventjes wat armor maken. Dan nemen we die weer mee. En dan hakken we dit, hè. Dan maken we ook meteen de lapis lazuli TNT. En dan gaan we wachten met die aansteken. Want alles wordt namelijk geenchant. Dus we gaan wachten tot wij die diamonds hebben. Even kijken, hier. De lapis TNT, die hebben we ook. Die gaan we erbij neerzetten. Ik ben nog steeds benieuwd wat die chest TNT is. Die gaan we ook zo eventjes laten ontploffen. Maar eerst gaan we eens even kijken of we hier heel erg makkelijk diamonds kunnen vinden. En anders goud. Ik ben toch eventjes wat dieper gegaan, want dit ziet er veelbelovender uit. Diamonds en goud. Hé, ik moet altijd gewoon naar mezelf luisteren. Het gaat altijd al goed komen. Alleen, volgens mij moet ik een goudblok hebben. Dus ik moet echt nog wel wat goud vinden. Maar de diamonds hebben we tenminste. Alleen, het probleem is... Oké, gelukkig is dat geen probleem. Ik had er namelijk 4 nodig. En we hebben er precies 4. Let's go. En nog even wat goud erbij meenemen. Zo. Even kijken. Dan gaan we het goud smelten. Dan gaan we op deze prachtige plek toch echt even een paar stukjes TNT ontploft. Eens even kijken. Te beginnen met een redstone TNT. Een mob farm in een pakket. Nou ben ik echt heel erg benieuwd wat het is. Die gaan we als eerste aansteken. En natuurlijk zegt de beschrijving al wat het is. Maar ik weet niet hoe het er echt uitziet. Dus bam! Oh, rennen. En wat komt eruit? Oh mijn god, echt letterlijk gewoon zo'n heuse mob farm. Wow. Oké. Maar wat voor mob farm is dit dan? Als ik vragen mag? Oh god, ik hoor al spinnen. Oké dan. Juist! Oh, je gaat me toch niet zeggen... En het valt daarin. Dit is een perfecte TNT voor een survival. Wat spant er allemaal in dan? Is dat ook... Zijn dat vindicators? Oh mijn god, dat zijn gewoon pillagers. Oké dan, nou, dat doet lekker zijn ding. Dan ga ik denk verderop even een andere TNT laten ontploffen. Dat is namelijk de chest TNT. En deze was ook een klein beetje... Ja, ik weet niet, een risicovolle. Dus die steken we aan. En wat gaat het worden? Oh mijn god, wat heb ik nou weer dan? Allemaal kist met spullen erin. Dit meen je niet. Ik had het veel eerder moeten laten ontploffen. Ik bedoel, kijk even wat er allemaal in zit. Iron gear. Oh mijn god, diamonds. Nog meer diamonds. Jeetje man. Ik had het eerder moeten weten. Ik had het echt veel en veel eerder moeten weten. Ik neem nog zo'n zwaard mee. Waarom neem ik nog zo'n zwaard mee? Ik ga straks een hele lijpe TNT laten ontploffen. Namelijk een diamond TNT. Dit is helemaal niks. Oh, intussen heb ik hier ook toten van een dying. Ja, die kan ik ook lekker meenemen. Nou, dan gaan we ook meteen maar de laatste TNT'tjes maken. Dat is namelijk het gouden TNT, de diamond TNT en die beacon TNT moet ik ook natuurlijk laten ontploffen. Even kijken, wat hebben we hier? De diamond TNT. Die hebben we. Vacation in the Diamond Dimension. Het gouden. There's everything to gold. Oké dan. Nou, dat belooft ook veel goeds. En dan hebben we volgens mij alle TNT. Ik denk het wel. Oké. Als eerst het gouden. We gaan het gewoon meteen doen. 3, 2, beam. Het zou alles in goud veranderen. Kom maar. Bam! Nou, alles is ook gewoon letterlijk in goud. Ja, geweldig. Helemaal top. Wat heb ik hier aan? Nou, niet heel veel. Misschien als ik rijk wil worden later. Maar dit is wel echt heel erg bizar. Oh, wacht, we kunnen hier gouden appels van maken. Dat ga ik meteen even doen. We hebben ook wel wat aan het goud. Alleen, we hebben nu niks meer aan onze mobfarm. Want die is veranderd in goud. En dan doet hij het niet meer. Maar ze zitten er wel allemaal vast. Nou, geweldig. Dan, welke TNT zullen we nu dan doen? Ik denk dat ik eerst die diamond TNT ga doen. Oh, alleen ik wou eventjes... Ja, oké, we maken wel even een nieuwe crafting table. Oké, ik weet niet wat daar kapot ging. Maar we gaan door. Kijk, wat wil ik ook weer maken? Oh ja, gouden appels ga ik eventjes maken. En dat maken wij natuurlijk door een paar nuggets te maken, volgens mij uit mijn hoofd. Ja, golden nuggets. Nee, ik had ingots toch wel nodig. Eens even kijken, waar staan ze nou? Hier staan ze, de golden apples. Dan gaan we natuurlijk de TNT. Dan gaan we natuurlijk de diamond TNT laten ontploffen. Nou, dit belooft natuurlijk heel erg gek voor goeds. Let maar op. 60 seconden. Voor wat? 60 seconden voor wat? Kan ik gewoon hakken? 60 seconden voor wat? Hè? Ik snap hem niet. Ik snap hem niet. Oh, ik maak goud. Oh, ik maak het ook nog eens van goud, joh. Oké. Maar wat is nou de 60 seconden dan? Oh, wacht even. Dat wil ik niet kapot maken. Oké, nou, dat was de Diamond TNT. Daar heb ik echt helemaal niks aan gehad. Ja, of ik probeer het gewoon nog een keer. Maar ik weet echt niet wat ik ervan kan krijgen. Hey, wacht. Oh mijn god, hij doet het nu wel. Oh... Mijn god, ik heb dus nu 60 seconden in deze wereld. Oké, hè? Nou, dat vind ik heel erg fijn. Ik maak alleen alles van goud zowat. Dus hakken. Moet je wel zeggen, dit is wel echt heel erg gaaf gedaan. Kan ik nog meer hier vinden? Ik denk het niet. Nou, ik denk dat ik aan, even kijken, zoveel diamond blocks wel echt meer dan genoeg heb, om heel eerlijk te zijn. En hoppa, we zijn weer terug in... Au. Nee, skeleton, dat ga je dus niet doen. Zo, dan hebben we dat. Dan kunnen we dit wegdoen. Hop en hop. Dan laat ik ook zo namelijk de lapis lazuli TNT afgaan. Kijk, dan heb ik volgens mij alles. Dan gaan we deze nu af laten gaan. Kom op, ik ben hier zo benieuwd naar. Hop, en die aan en boom. Lapis lazuli. Kom op, knal. Knetske. Boom. En dan is alles. Oh mijn god. Ik ben overpowered.
Dit is niet normaal. Wacht even, zelfs de TNT is... Oh, jeetje. Oké, dat... Jeetje! Weet je wat het is? Ik vind het niet heel erg, hoor. Ik vind het echt niet heel erg. Maar dit is wel heel erg overpowered, om heel eerlijk te zijn. De rest er volgens mij nog maar één ding op. Dan moeten we de Beacon TNT af laten gaan, als dat nog kan. Beacon TNT, huts en huts. Dan gaan we naar achteren. En... Wat gaat het zijn? Oh, oké, wacht even. Wat gebeurt er? Wat is dit? Wat doet dit? Ik weet niet wat dit doet. Dit is zeker goed? Ik weet het niet. Ik denk dat dit goed was, maar het was een beetje onstabiel. Wacht, laat het ontploffen. Zo, hop. Oh, nee! Oh, dat zal je leren, kleine mini-zombies. Jongens, ik ben te overpowered geworden. Letterlijk, als je Minecraft wil uitspelen, want ik weet zeker dat we de draak hadden verslagen, dan moet je custom TNT in je game doen. Want dit is niet normaal. En daarmee sluit ik deze video af. Wil je nog een video zien? Klik dan op een van deze video's hier naast mij. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei doei!